Hij speelt het. Hey, jij daar, mijn naam is Tom Leutje. Kijk naar een nieuwe video, kortom. Vandaag ben ik hier met Sophie, Oesri en Quinty Quinsting. Ik wilde eigenlijk een prank al filmen, maar Quinty was daar sterk op tegen. Dus wij hebben bedacht dat we gewoon de tea gaan spillen. Sorry. Ja, we gaan eerst even een koekje eten. Dat is de eerste tea waar we het over gaan hebben. Zijn deze koekjes takanen? Ik kan niet, want ik heb gluten. Oké, eerste onderwerp jongens. Wanneer gaat Daniel Sivi van Wydomi met Sophie trouwen? Lekker hoor. Was dat daarop uw antwoord? Nooit, jullie mogen hem hebben. Ze gaat al met Bram trouwen, kinderen krijgen. Kut, ik gooi thee over me zo. En over me. Hij speelde die. Weet je wat leuk is aan Thomas? Soms twijfelt hij of hij zichzelf grappig vindt. Hij zoekt altijd gelijk die bevestiging naar elke grap. Ik snap het niet. Ik hoorde dat Sophie iets heeft gehad met Milan Knol, vraagteken. Welkom onder je steen vandaan. Sophie, hoe lang duurde deze relatie? Ik kan geen antwoord op geven. Wat is het hoogtepunt van je relatie geweest met Milan Knol? Ik kan geen antwoord op geven. Als haar rechter ga ik eventjes instappen. Dan mag er niet verder over praten. Zwarte Piet gaan we sowieso overslaan. Ik geef één keer, denk ik, onschuldig mijn mening op Twitter. Ja. Gaat mis. Ik dacht echt, deze meid start een Zwarte Piet discussie op Twitter. Ik dacht, die durft. Was ook mijn intentie. Ik doe het niet na. Ik dacht, het zien gewoon alleen mijn volgers, weet je wel. Gewoon even een vraag stellen. Maar mensen zoeken dus echt dat woord. En dan gaan ze gewoon boos op je doen. Ja. Ik was helemaal shook. Ja, dat is echt. Oh ja, zo werkt het internet. Zwarte Piet is niet racistisch, negerin. Wow. Heb je dat echt gekregen? Ja! Wat de fuck? Maar je kan dat niet in dezelfde zin zeggen. Ja, ga terug naar je eigen land. Een toertje Amsterdam, let's go. BTS? Dat is toch die Koreaanse boyband? Behind the scenes, oh wat? BTS is toch die boyband uit... Wat voor geluid kwam er uit jou? Koreanië. Zuid-Korea. Nee, het ging echt zo. Koreanië. Zie je? Houden jullie op met me? Het is zo leuk dat jij precies begrijpt wat ik bedoel. Ik ga het afleren. Ik snap het gewoon ook niet, wat hier gebeurt. Ik weet het, alles wat ik zeg is per definitie niet grappig. Klopt! Fijn dat je zo zelf kunnen zetten. Jij het zelf kunnen. Mag ik melk? Ik zit helemaal mijn mond in. Hoor je? Hij zei echt, mag ik melk? En toen dacht ik, hij gaat het toch niet echt zeggen. Thomas is zo'n jongen die denkt dat er altijd melk uit de vader Tieten kan komen. Maar pas op, hij gaat dadelijk aan jou vragen. Chocomel uitkomen. Dat kun je echt niet zeggen. That's racist. Wie denken jullie dat de moeder is van de baby van Ronnie Flex? Ik weet het. Ja? Wie is het? Dat mogen we niet zeggen. Van mijn advocaat. Ja. Nu komt de aap uit de mouw. Wow, dat is racistisch. Fucking hell. Oh my god. Dat de aap uit de mouw komt. Nu komt de aap uit mijn kind. Oké, nog een onderwerp. Oh. You could kick me in the face and I would say thank you. Oh my god. Oké, beginnen jullie maar over school, dan zet ik nog een kopje thee voor mezelf. Nou, we hebben het allebei niet afgemaakt. Nee. Ik heb een HAVO-diploma. Ik heb een VWO-diploma. Waarom moet je altijd weer beter? Wat vinden jullie nou van het idiote feit dat ik nog, zeg maar, een master doe en mezelf daarmee totaal creepeer? Hoe is het mogelijk dat jij een master doet? Ja, dat snap ik dus ook niet. Ga jij ook naar school? Ja, toch? Te gevoelig onderwerp. Ik mag hier niks over zeggen van mijn advocaat. Alle YouTubers zijn dropouts. Volgende onderwerp. Als mensen geen lucht kunnen zien, zien vissen dan geen water? Wat? Jawel. Nee. Wij ervaren water en lucht hetzelfde als een vis. Water, lucht, aarde. Hoe ging nee, dat weer? Dat is niet waar, want hun ogen zijn gemaakt voor het water. Ik hoor net van niet. Knock, knock. Wie is daar? Britney Spears.
Britney Spears who? Britney Spears. Oops, I did it again. Knock knock. Knock knock. Who's there? Nee, Kelly! Stel je voor jezelf dat je een knock knock joke. Knock knock. Knock knock. That's a lot. Volgende onderwerp is, Anne-Marie en ik zijn echt goals in de video. Ik zou op date gaan met Anne-Marie, maar Anne-Marie is sowieso niet met mij. Einde samenvatting van dit onderwerp. Ja. Love that self-kennis, though. Ja. Wow! You swallow so hard. Te steken. Boxing Stars. Boxing Stars. Heb ik nog geen één keer gezien. Ik heb het alleen doorgestuurd gekregen. Ik heb het gezien dus. Ik vond het heftig. Het is best lachen om te zien. Hoe mensen gewoon ja, dat zien doen. En de mensen die er echt voor gaan vind ik ook wel tof ofzo. Gaat het? Wat vond je er heftig aan dan? Gewoon dat die mensen helemaal in trance waren op het moment dat ze niet ingingen. Dat is sowieso hoe boksen eruit ziet toch? Ja. Vindt ze er niet echt eng uit. Denk al niet, intimiderend. Zullen we door? Ander onderwerp. Expeditie Robinson, ik kijk dat dus niet. Is dat niet. Ik wel! Nu, echt voor het eerst in 10 jaar. Want ik keek het vroeger altijd toen er nog gewone mensen waren. Toen mochten er alleen nog maar BN'ers meedoen, toen vond ik het niet leuk. En nu doen sinds 2 jaar dus of zo, of 1 jaar, weer mensen mee die niet bekend zijn. Mm-hmm. Welke kandidaat de afgelopen paar jaar hebben jullie het meest genoten? Ik kijk nu. Bertie en JJ. Corrie Konings! Ik heb wel het meest genoten van het seizoen toen met JJ en Bertie. Dat vond ik wel echt hilarisch. Maar ik vind dit seizoen vind ik echt een beetje leem, man. Nee. Met al die BN'ers die zeggen... Ja, Charles. Allee, ik ga er vandoor. Ik vind het zo kut dat ze allemaal kiezen om weg te gaan. Ik vind dat echt poep. Dat kan echt niet. Maar ook dat bijvoorbeeld Jo Silvio zei... Ja, ik word gek hier, want je doet de hele dag niks. Ik dacht, oh mijn god, als je nou aan mij vraagt... Wil jij 3 weken lang niks op een tropische eiland gewoon de hele dag slapen en niks doen? Dan zou ik echt denken, ja. Ik wil ook mee. Zullen wij 3 gewoon opgeven? Nee. Hoeveel toffieface past er in Sofie's mond? Dat weten we niet, maar we kunnen wel kijken hoeveel koekjes er in Sofie's mond past. Waarom ik altijd? Nienke X zegt, Quinty is eigenlijk een jongen. Wist je dat nog niet? Klopt. Quinty en ik hebben seks. Klopt. Oké, wacht even. Nu gaat Sofie zoveel mogelijk koekjes in de mond stoppen. Mm. Oh. Moet ik helpen? Ik hou je mond wel verder open. Zo. Oh, pas op, straks spring je in spalkjes. Oh. YouTube relaties, dat is onderwerp. Wat willen we daarover kwijt? Als mensen met elkaar relatie willen, moeten ze dat doen, toch? Ja. Ik heb ooit bijna met Sofie gezoend. Wanneer? In Amersfoort. Oh ja. We hebben elkaar echt 20 keer op de mond gekust die avond. Dat hoef ik echt niet te weten. En toen... Godverdomme. Je hebt zelf gedaan. Nee. En toen ging je geen BMW drinken. Zij was er niet bij. Ze had niet Moskou. Zij was daar niet meer. Ja. Laten we zeggen... Sofie is ook 3 keer bij mij in bed blijven slapen. Maar er is niks gebeurd. 1 keer. Ik heb de rest op de bank geslapen. Echt? Ja. Er is niks gebeurd, jongens. Er is niks gebeurd. Nee. We vonden elkaar wel slightly leuk. Was er iets tussen ons? Was er een soort van vinden elkaar leuk? Of was het gewoon iets van wij gingen bijna zoenen voor de lol? Ik had subs nodig. Soms is het ook gewoon lachen op de zoenen. Quinty zegt dat ze haar sketches zelf doet, maar dat is helemaal niet zo. Wie doet het dan? Oh. Geen idee. Baby Quinty. Oh my god. Nee, maar that's me. En Jules. Jules is mijn stagiair. Ik moet poepen. Kortom, en Marij waren ooit bijna samen. Goh. Flirten. Flirten? Ja, ons onderwerp, flirten. Ben jij goed in flirten? Nieuw onderwerp. RTL Late Night. Van Huis. Wat? Ik heb het nog nooit gezien. Ik heb het echt nog nooit gezien. Sinds ik werkte omwegens is RTL Late Night in mijn ogen niet eens een ding meer. Ik wist niet eens dat het nog uitgezonden werd. Branding is ineens anders. Ja. Rood en shit. Ja, ik heb het gevoel dat ik naar Paul de Man kijk. I'm confused. Ze betalen gewoon mensen om in het publiek te zitten nu. Nee. Ja, ze hebben vergoedingen beschikbaar. Oh. Hou je mond. Mijn. Wow. Ik irriteer me aan zijn accent en dat zeg ik zelf als Brabander. Iedereen vraagt om een baby van Ronnie. En hebben Famke Louise en Ronnie Flex een relatie. Ja. Hebben ze echt een relatie? Nou, wel of geen relatie? Volgens mij niet. Nee. Ja, volgens mij een beetje. Ze hebben gewoon seks. I don't know. Maar waar komt die baby vandaan? Uit iemands baarmoeder. Shawn Mendes. Sophie. Ja. Dit is your moment. Shawn Mendes. Zij komt in maart naar Nederland. Wat ga je doen? Ik heb geen kaartje meer, want Bastiaan heeft mijn kaartje verkocht in het museum. En nu ga je niet meer naar Shawn Mendes? Ja, natuurlijk wel, maar ik heb nog geen kaartje. Maar die ga ik gewoon swappen of ga iemand bedreigen of zo. Komt wel goed.
Ik wil zeggen, vonden jullie dit nou een spontaan leuk idee? Dan maken we gewoon een deel 2 binnenkort van Spilling the Tea. Moet je onder even laten weten welke 2 YouTubers ik moet uitnodigen. En als je daarmee wilt beslissen wat het gaat worden waar we over praten, moet je me volgen op Instagram. Want tegen die tijd vraag ik weer onderwerpen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Misschien een nieuwe serie. Misschien.